Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Opel dealer Jetten Kuik. Omroep Land van Kuik. Vierdaagse journaal. Beste lopers uit het land van Kuik, jullie zijn met ruim 1100 mensen dit jaar die de Vierdaagse lopen. Ik wens jullie daar ontzettend veel succes bij. Een diepe buiging nu al voor jullie dat jullie dit gaan volbrengen, want dat laatste hoop ik natuurlijk. Dat jullie zonder al te veel blaren de eindstreep straks ook halen in Nijmegen. En geniet vooral, veel plezier en ik zal jullie hier voor het gemeentehuis in Kuik van harte toejuichen. Veel plezier. We staan hier op een lege Maaskade, maar daar komt heel snel verandering in. Ja, de Maaskade is zo goed als leeg. Ja, alleen Defensie heeft al een hele mooie Bailey-boog gebouwd. En die is trouwens ter ere van een 275-jarige bestaan van een genie-regiment. Maar vanaf zondag gaan wij hier het podium neerzetten op de oude vertrouwde plaats. En dan vanaf maandag wordt de rest van de kade ingericht met wat barre horeca, de vlaggenmasten met alle vlaggen erin en eigenlijk echt Vierdaagse feesten klaarmaken. 7 dagen lang, 7 dagen feesten. Wat kunnen onze kijkers aan de mensen uit het land van Kuik verwachten? Ja, je zegt inderdaad 7 dagen lang feesten. En ja, we zijn eigenlijk al vrijdag begonnen. In het centrum had een van de pleinen, het kerkplein, de groep Cocktail The Party te staan. En die hebben afgelopen zaterdag hadden ze daar op dezelfde plein DJ Jan Hendrik staan met de Classic Dance Night. Ze hebben ook een kindermiddag gehad. Gisteren is ook het Vierdaagse Orkest wezen optreden met het Vierdaagse Orkest in de Schouwburg. En dan dinsdag komt hier op het podium het Orkest Koninklijke Luchtmacht te staan met een heel mooi concept, de Jukebox. Woensdag de oude vertrouwde Zeskamp. Donderdag terug van weg geweest de kindermiddag of de defensiemiddag waar Defensie hele mooie voertuigen laat zien. Kinderen en ouders kunnen meevaren met wat bootjes van Defensie. Aansluitend is de traditionele bruglegging. Na de bruglegging is in het centrum het Ponteniersbal en op de kade het Vierdaagse Orkest met het kaderconcert. En natuurlijk de vrijdag, de dag van Kuik. En ik vind het dit jaar extra mooi. Wij op het grote podium die hierachter komt te staan, zowel DJ Jan Hendricks als het Vierdaagse Orkest samen het publiek en de wandelaars gaan entertainen.
en ze succes gaan wensen voor de laatste loop. Nou ja, beste mensen, in eerste plaats alle inwoners van het land van Kuik, maar ook iedereen die op die vrijdag op bezoek komt. Super druk en ook mooie dag ook voor jullie. En ik vind het zelf ook fantastisch hoe in de loop van de ochtend daar al de gezelligheid komt, want dan weet ik één ding zeker. In de loop van de middag komt diezelfde gezelligheid ook naar Nijmegen toe. En het is ook een mooi staaltje hoe Land van Kuik en het Rijk van Nijmegen samenwerken. Dus iedereen heel veel plezier en hopelijk goed weer. En anders tot aan de finish, waar ik graag een hand geef. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Open Dealer Jetten Kuik.